Hey hallo, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering. De vorige video in Duitsland is echt heel goed bekeken. In ieder geval voor mijn kanaal dan. En ik wil jullie daarvoor bedanken. We gaan gewoon lekker door en dit weekend zijn we in Hongarije. Dus we pakken weer de Red Bull, Max Verstappen. Hongarije, de Hungaroring. Constructors come and go, drivers rise and fall. But even as politics change and history moves on, the spirit of competition burns as strongly as it ever has. Welcome back then to Formula One. As battle is nou, 27 graden, lekker droog in Hongarije. We're northeast of Budapest for the race today at the 2.7 mile. Dit is een circuit met heel veel bochten. 14 corners here. Dus dat is wel goed voor de Red Bull. Er zijn twee DRS-zones, één lange en één korte, vlak achter elkaar. We gaan even kijken waar we gaan starten. Ferrari's op 1 en 2. And Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Bottas, Daniel Ricciardo, Mercedes op 3 en 4. Alonso, Nick start op 6. Perez, and Nico Hülkenberg, Van Dorn. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. Nou, laten we de race starten gewoon. Het was een hele slechte start. Dus heb ik nog nooit meegemaakt zo slecht. Nou, gelukkig door het uitremmen wel weer wat mensen ingehaald. Dit is een circuit wat heel moeilijk inhalen is, dus we gaan het proberen. We gaan het zien. Het zal weer een korte video worden, want de vorige keer is die echt vaak bekeken op mijn kanaal. Ho, 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 ho. Ik ben benieuwd of ik daar een straf voor krijg. Beetje rommelig. Even kijken of mijn auto beschadigd is. Nou, dat is helemaal in het groen, dus er ligt niks mis mee. Nou ja, eerste rondje viel toch gelukkig mee. Ik startte natuurlijk op de zesde en nu sta ik op de vijfde. Dus ik ben één plaats voor gaan. Misschien kan ik hier zelfs nog eentje. Ja. Nee. Nice move. Good job. Ik zit er nog voor, maar... Nou, deze hou ik wel. Nou, P4. Kijken of we Hamilton kunnen inhalen. Zometeen bij het volgende rondje krijgen we weer de DRS. Kijken of we hem hier misschien kunnen inhalen. Een klein tikje, maar zoals je ziet is de auto nog helemaal groen, dus geen probleem. Alleen de twee Ferraris nog. Nou, DRS is enabled. Dus waarschijnlijk krijg ik pas in de volgende ronde de DRS.
blijven gewoon zo dicht mogelijk achter zitten. Weer een klein tikje. Tot nu toe krijg ik geen straf, dus ik blijf gewoon lekker doorgaan. Kijken of we hier een buitenom kunnen pakken. Nee. Nou, dan gaan we de DRS in. De vragen in de Mercedes zijn sowieso sneller, dus het zal lastig worden om in te halen. Misschien kan ik hem uitremmen hier. Ja. Dan heb ik hier gelijk weer de DRS. En dan rijden we op P1. Met dit rondje en dan hierna nog het laatste rondje te gaan. Kijken of we een gaatje kunnen slaan. Als hij natuurlijk nog vlak achter mij is, kan hij mijn startmachine weer inhalen met de DRS. Nou, zoals je hebt gezien, het is in ieder geval een circuit met heel veel bochten. Dat is wel leuk. Het is alleen wel moeilijk inhalen. Ik heb hier natuurlijk nog een aantal dingen gedaan wat ik denk in het echt niet mogelijk is. Maar ja, zolang de game het toelaat, vind ik het best. Nou, gaan we langer doordraaien. En dan richting het laatste rondje. Nou, als je op de map kan zien, links onderin, zie je dat de Ferrari's lekker ver zitten. Ik zou wel eventjes mijn benzine eventjes terugzetten. Die zat voor mij nog op, ja. Ik ga hem misschien even op 1 zetten, want hij zat dan in de min. Dat ik straks in één keer zonder benzine komt zitten. Nou, we gaan in ieder geval weer de groene cijfers in. Rechts onderin. Dus zonder benzine komen we waarschijnlijk niet te zitten. Our gap behind is 4.2 seconds. Nou, laatste bocht. En weer finish. Langs de pitmuur zoals altijd. Absolutely fantastic. It's a brilliant result. Well done. P1 weer. Maar Max is vorige week in het echt nummer 1 geworden in Duitsland in de regen. Was echt een geweldige race. En ik hoop dat hij dit door kan trekken naar Hongarije. En dat hij hier ook gewoon P1 pakt. Het is natuurlijk wel een mooi circuit met heel veel bochten, waar de Red Bull heel goed in is. Tegenwoordig is Mercedes ook heel goed in de bochten. Dus we gaan het zien. Nou ja, ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken voor deze video. Ik hoop dat het weer een succes wordt, net zoals de vorige. Ik blijf gewoon lekker doorgaan. Dit is weer wederom een korte video. Omdat het vorige keer zo goed is bevallen. Ik denk, laat ik dit gewoon doortrekken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video.